Ze zijn terug van weg geweest. Ze hebben vrij lang alleen de man gehad die in het verblijf. En ongeveer 2 weken geleden was de man ineens verdwenen. Met reden, want zoals je nu kunt zien, er is een vrouwtje gekomen. Alleen capybaras zijn niet altijd makkelijk te matchen aan elkaar. We hebben ze achter de schermen tijdelijk in 2 verschillende verblijven gezet, naast elkaar. En dat ging eigenlijk vrij goed. Op het moment dat ze hierin zijn gezet, 's ochtends vroeg, hadden natuurlijk allemaal takken en zo erin aangeboden. En ze begonnen gelijk allebei te eten, dus dat is eigenlijk al een heel goed teken. Dat ondanks dat het spannend en nieuw was, en zeker voor de vrouw, want de man kende het verblijf al, dat ze op het gemak was en niet zwaar gestrest van, dan ga je niet eten. Capybara's zijn de grote knaagdieren die er zijn, maar ook heel sociale dieren, die in het wild in groepen voorkomen van 20, 30 dieren. Er zijn al een paar keer achter elkaar pogingen gezien tot een paring, dus een dekking. En dat zou dus uiteindelijk kunnen resulteren in jonge capybara's. Er worden best heel veel capybara's gehouden in dierentuinen. Er worden ook wel veel jongen geboren. Maar op een of andere manier zijn capybara's enorm populair. Dus dan is het vooral lastig om een dier te krijgen wat ongeveer dezelfde leeftijd heeft, wat de introductie veel makkelijker maakt. Dus we hadden al een dier gereserveerd in de Franse dierentuin. En dat was een vrouwtje van ongeveer de leeftijd wat we wouden hebben. Alleen hun zei van ja, is eigenlijk nog net te jong om al te vertrekken. Dus daarom heeft het wat langer geduurd dan de bedoeling was. Maar uiteindelijk is het toch gelukt om ze bij elkaar te krijgen. En de capybara is natuurlijk een Zuid-Amerikaanse diersoort. En we hebben dieren in een verblijf zitten ook in het juiste continent. Want we hebben 3 continenten in de bush. Maar zoals de vissen en de schildpadden, die zouden ze in de wild ook tegen kunnen komen. Maar de ene die vaak hier ook op het strandje zitten, dat is een soort die uit Cambodja, die streken komt. Dus die zullen ze in de wild nooit tegenkomen. Maar hier is het wel een hele leuke combinatie. En dat maakt het ook veel spannender voor de dieren zelf natuurlijk. Dat ze altijd alleen maar een andere capybara zien. Hier kan echt elke willekeurige soort die in de bush leeft bijna het verblijf ingaan en bezoeken. En ja, dat geeft altijd een leuke plaats. Je kunt nu al wel zien dat ook schildpadden bij de capybara's liggen. Dat komt omdat in het strandje verschillende vloerverwarmingen liggen. Wat speciaal is voor de schildpadden om hun eieren af te leggen. Zetten. Dus dan zoeken ze een warme plek zodat ze ook uit kunnen komen. En nu concurreren ze een beetje met elkaar, terwijl er meerdere plekken zijn. Waardoor ze samen op de vloerverwarming zitten liggen. Maar ook de eenden, of in ieder geval andere soorten die we in het verleden hebben gehad, vond het ook heel leuk om op die vloerverwarming te liggen. En als de capybara's er dan uitgebreid op lagen, gingen de eenden vaak op de capybara zitten. Dan hadden ze toch een beetje de warmte, dan wel niet van de vloerverwarming, maar wel van de capybara's. En om de capybara's tevreden te houden, ging ze dan ook met hun snavel lekker in de vacht zitten rommelen. En dat ging die capybara's alsof ze een soort massage kregen. Die ging dan helemaal in trance liggen op die vloerverwarming. Dus dat gaf mooie effecten. Dus ik ben benieuwd of deze ene het ook gaat doen. Want deze zijn wel echt iets groter van formaat, maar de capybara kan verder. Nou, plannen voor de toekomst. Ik spreek geen capybara's, anders zou ik ze kunnen vragen. Maar ze kunnen nu lekker gaan doen wat ze zelf willen. En als daar jongen van komen, is het leuk, is het niet zo, is het ook zo. Ik bedoel, het is nu aan de capybara's. Wij hebben onze taak volbracht. En nou moeten we gaan kijken hoe het verder gaat.